we een bijzonderheid. Want Jos de Blok, in welk jaar was jij werkgever van het jaar? Het laatste drie jaar. De laatste drie jaar. Ik heb begrepen dat er nu concurrentie op komt. Dus van Novo Nordisk is volgens mij tot de top 5 binnengedrongen. Er zat dus nog een redelijk gat tussen. Er zat nog een redelijk gat tussen. Dat is heel goed. Ik ga jou het woord geven. Jij bent ook spreker geweest bij het Stormt in de Polder. Een initiatief van Pharma Partners en Pink Rokade. Ja. Waarvan jullie trouwens het boekje kunnen downloaden op de site. Paul van de Lucht, waar zit je? Wat is die site? Nieuwezorglandschap.nl staat een boekje, is gratis te downloaden over een anticiperende kijk op het zorglandschap. Daar heb jij ook gesproken. Was je ook kritisch over de technologie, maar je ziet ook het belang van de technologie. Je krijgt de komende drie kwartier het woord. We zijn er heel trots op dat je er bent. Dank u wel. Ja, ik was niet zo kritisch over de technologie, maar meer dat, en dat merk ik vanmiddag ook wel, dat het toch heel erg gaat over de systeemkant. En gelukkig was de laatste presentatie toch ook wel heel erg over de patiënt en wat er in die relatie tussen de patiënt en de dokter gebeurt. Maar ik vind dat we over het algemeen heel erg veel praten over wat er allemaal in de bestuurlijke wereld gebeurt of zou moeten gebeuren. En er worden van allerlei dingen bedacht waar ik zelf ook aan bijgedragen heb. Ik ben 10 jaar lang directeur en manager geweest bij een grote thuisorganisatie. En ik vond dat al die bewegingen in de plaatsen waar ik daaraan bij mocht dragen eigenlijk helemaal niet zoveel opleverden. Dus ik hoop niet dat ik hiermee iets heel ergs zeg. Nee, ik ga vooral door. Oh. Ja. Dus ik, als ik kijk ook naar het verhaal van Thomas, dan denk ik van die nieuwe professional waar jij het over hebt, die moet het ook vooral zelf gaan doen. En dat moet niet allemaal in kamertjes door bestuurders bedacht worden. Maar volgens mij komt er dan geen fluit van terecht. Als ik het heel simpel mag zeggen. Het is mij gevraagd om iets te vertellen over kleinschalig organiseren en grote stedenbeleid. En volgens mij gaat het heel erg in deze jaren over de zoektocht van hoe komen we een beetje uit dat harnas van die bureaucratie en hoe zorgen we ervoor dat we weer, naar mijn idee, op een wat ambachtelijke manier met de vragen en de problemen om kunnen gaan die we in de wijk tegenkomen. En daar horen een aantal voorwaarden bij. Ik heb daar een aantal sheets over. En ik wil ook iets vertellen over de manier waarop wij organiseren, voor zover u dat nog niet weet. Want die dingen die horen wat mij betreft bij elkaar. Dus het laatste stuk wat ging ook over hoeveel scharrelruimte werd er gezegd. Ik vind dat je die ruimte zelf moet creëren. Dat je helemaal niet moet bij een verzekeraar of wat dan ook moet gaan bedelen voor ruimte om iets te doen. Als je ergens in gelooft dat iets beter is, en dat heeft Jacqueline ook laten zien, van, dan ga je dat doen. En dan moet daarna, vind ik wel, de verzekeraar wel over de brug komen om dat verder te ondersteunen als dat goed is. Buurtzorg, ik ben zelf dus wijkverpleegkundig. Ik ben in 2006 begonnen met 1 team in Enschede. Van 4 wijkverpleegkundigen die met elkaar in samenspraak met de huisartsen probeerden weer gewoon de dingen te doen waar we voor opgeleid zijn. En dat is mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Zien dat je daar het informele netwerk bij inzet. En zien dat je jezelf daar weer zo snel mogelijk overbodig maakt. Maar wel dat er een duurzame oplossing is. Inmiddels zijn we met 560 locaties bezig. We hebben 6500 collega's, waarvan 3000 wijkverpleegkundigen. En ik heb een schatting gemaakt dat dat ongeveer 60% van de wijkverpleegkundigen is die er in Nederland in de wijk werkt. We bedienen ongeveer 50.000 cliënten op jaarbasis. Er zijn veel complexe cliënten bij, mensen die terminaal ziek zijn. En mensen die dus niet meer zelfredzaam worden. Want het is ook een van de valkuilen, denk ik, van de politieke discussies op dit moment. Dat je denkt door middel van een keukentafel iedereen zelfredzaam te kunnen krijgen. Ik denk namelijk dat beeld wat er af en toe gecreëerd wordt, dat niet zo heel erg past bij de dagelijkse realiteit.
Dus en ik maak me daar ook wel wat zorgen over. Ik heb van de week nog een uitgebreid gesprek met Martin van Rijn daarover gehad. En ik zeg van, het grootste risico wat we lopen is dat we niet de kansen gebruiken die er nu liggen. Maar dat we een aantal risico's creëren door de druk van de bezuinigingen nu. Dus dat is mijn beeld erbij. We hebben nu inmiddels een omzet afgelopen jaar van 180 miljoen. Dat zal 2013 ongeveer 230 miljoen zijn. En wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat je, ook al heb je die omvang, dan kun je dat nog op een hele eenvoudige manier regelen. Dus we hebben een hoofdkantoor waar 30 mensen werken. En we hebben 15 coaches die de teams ondersteunen als de teams dat nodig vinden. Dat is wat anders dan de leidinggevende. Die heb je ook altijd, ook al heb je hem niet nodig. En dan kun je er ook veel last van hebben, zeg ik dan. En we hebben twee directeuren, ik ben er een van en mijn vrouw is de andere. En we doen de management overleggen over het algemeen in bed. En dus bespaart een hoop tijd. We hebben dus geen management vergaderingen. En ja, jullie lachen erom, maar het is echt zo. We hebben sinds de start van buurtzorg nog nooit notulen gemaakt, bijvoorbeeld. Nou is het gebruikelijk dat heel veel in de organisaties waar ik gewerkt heb, was het van de ene vergadering naar de andere. En over alles moesten notulen gemaakt worden. En dan moeten die notulen de volgende keer weer besproken worden. En dan moet er daar weer al commentaar komen. Als je dat niet doet, dan hoeft dat ook allemaal niet. Dus dat echt, kan het iedereen aanbevelen. Ik hoor Johan Cruijff, hè. Ja. Als je dat niet doet, dan hoeft het ook niet. Oh, ja. Kijk eens. Ik kan absoluut niet voetballen. Dus, maar het is echt als je... Ik merk hoe langer we dit doen, hoe zinlozer ik het vond dat ik al die beleidsstukken maakte. Dus ik was als directeur innovaties, deed ik 25 projecten tegelijk. Schreef ik allemaal prachtige notities over. Nu schreef ik alleen nog mijn weblog. Dus nou schrijf ik één keer in de twee weken schrijf ik een weblog op ons web. En dan krijg ik daar allemaal reacties op van teams. En dan weten we ongeveer hoe de vlag erbij hangt. Dus de wijze waarop wij communiceren in organisaties is naar mijn idee heel ineffectief. We hebben het idee dat we er heel erg mee sturen en dingen mee regelen. Maar dus, als je het vanaf vandaag niet meer zou doen, denk ik dat de dingen gewoon doorgaan. Dus goed, dat is mijn inschatting. Als het niet zo uitpakt, dan mag u rustig bij mij langskomen om te vragen hoe het dan wel moet. We hebben een financiële administratie waar 5 mensen werken. En in een vergelijkbare organisatie van ons omvang is dat het tienvoudige. En ik denk dus dat dus allemaal niet hoeft als je het maar heel eenvoudig houdt. Dus als je de administratie eenvoudig houdt, eenvoudig organiseert, zorg dat niet de verzekeraar uitmaakt van hoe jij je administratie regelt, maar jijzelf, dan kun je een heleboel onnodig gedoe voorkomen. Dus we hebben bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie weten hoe het allemaal met die AWBZ-producten zit, maar je hebt ongeveer 8-9 AWBZ-producten. Van persoonlijke verzorging, speciaal, extra. En dat heb je dan ook nog een keer bij verpleging. Dan heb je nog begeleiding, dan heb je nog advies, instructie, voorlichting. En eigenlijk al die dingen bij elkaar zeggen niks over wat er in de dagelijkse werkelijkheid gebeurt. Dus het is eigenlijk heel onzinnig dat we allemaal die uren zitten te registreren op al die producten. En dat er allemaal speciaal mensen in je organisatie bezig zijn om dan ook nog bij te houden van hoeveel je van dat product precies geleverd hebt. En iedereen vindt dat onzin. En toch doen alle organisaties doen dat gewoon. En elke keer heb ik gesprekken met die zorgkantoren. En die hebben dan die lijstjes naast zich liggen. En dan kijken ze netjes of je binnen de grenzen gebleven bent van wat er afgesproken is. Of het een probleem opgelost heeft, dat heeft nog geen enkel zorgkantoor mij gevraagd. Dus of die uren en al die miljoenen die wij besteden aan zorg, of dat ook problemen van cliënten oplost. En of je wellicht sneller problemen van cliënten kan oplossen. Dat wordt in die gesprekken eigenlijk nooit gevraagd. En dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Maar vul je ze nou in of niet? Nee, wij vullen ze niet in. Wij hebben vanaf het begin hebben we ook een ICT-bedrijfje opgericht. We dachten, want de software die wij dachten te nodig te hebben om onze medewerkers te ondersteunen, dat was er in Nederland niet. Dus wij dachten, we moeten mensen op zo'n manier ondersteunen dat ze niet lastiggevallen worden met al die overbodige administratie. Als dat in het systeem geregeld wordt, de uren worden gekoppeld aan die producten, dan zijn de zorgkantoren tevreden over wat ze binnenkrijgen en wij worden er niet meer lastiggevallen. Dus je kan dat
enorm vereenvoudigen. Dus zij moeten natuurlijk de tijd registreren omdat ze hun salaris willen krijgen. Dus dat is nodig. Dus dat koppelt ze ook gewoon de tijd die ze bij de cliënten zijn en de kantoortijd die ze vervolgens aan dingen besteden. En op basis daarvan worden ze uitbetaald. En wij leveren de informatie netjes aan de zorgkantoor zoals ze dat willen hebben. Dus zo doen we dat. Maar dat fantaseer je dan? Nee. Het is gewoon een indicatie en er hangen een paar dingetjes onder van die producten. En dan wordt die tijd netjes verdeeld over die dingetjes dan. Die zorgkantoren zijn dan tevreden over die dingetjes, want daar hebben ze speciale mensen voor. Om dat allemaal te volgen, om dat allemaal te monitoren. Maar wat er dus. Ik vind het heel leuk dat jullie daarom lachen, maar het is natuurlijk een groot drama. Want dat kost ons een half miljard per jaar. Om dit hele circus op deze manier in stand te houden. Er zitten allemaal mensen die zitten naar elkaar dingetjes heen en weer te sturen. Dus, en wat ik zeg van, eigenlijk zou je veel meer de nadruk moeten leggen op wat is nou de uitkomst van wat je doet. Dat is in feite wat jullie ook doen. Zeg van, je zou eigenlijk systematisch moeten monitoren van, nou, welke problemen kom je dan tegen? Wat doe je daaraan? Hoe pakt dat uit? En wat zijn uiteindelijk de uitkomsten, zowel in kwaliteit als in kwantiteit? En dan heb je tenminste gegevens waar je zegt van, oké, dit zijn ongeveer in die wijk de problemen die wij zo gemiddeld tegenkomen en dit zijn de meest zinvolle interventies. Meet je dat zelf ook voor je eigen bedrijf? Ja. En hoe gaat het gesprek met de zorgkantoren daarover om dat in te brengen in plaats van die lijstjes? Nou, we zijn in januari begonnen met een regelarm-experiment. Dat is een hoop geregeld, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft merken we er nog niet veel van. Want alle zorgkantoren en het CIZ en ZN zijn allemaal in rep en roer. Want ze zijn hun houvast kwijt. Dus wat we merken is dat het denken in al die producten, dat voor de mensen die nu moeten denken dan in uitkomsten, een enorme stap is. Dus die hadden een houvast bij als er zoveel PV en zoveel VP is, nou dan weten wij ongeveer hoe we moeten rekenen. Dus, en wij zeggen, nou, we hebben nu één tarief voor alles. Dus we hebben gewoon voor alles wat we doen één tarief. Dat is gewoon een mix van die andere dingen door elkaar heen. Dat is veel eenvoudiger. En dan zeggen wij van, nou, wij willen laten zien dat bijvoorbeeld de doorlooptijd bij bepaalde type cliënten veel korter kan. Door bepaalde dingen te doen. Nou, het Omaha-systeem hebben wij daarvoor ingevoerd en geautomatiseerd. Dus alle medewerkers die vullen netjes wanneer zij een intake doen. En van wat voor problemen kom ik nou tegen? Zij geven aan van, nou, wat ga ik doen om de situatie te verbeteren? Dat kan zijn dat ze proberen het gedrag te veranderen of dat ze de kennis proberen te verbeteren over de aandoeningsziekte waar de mensen mee te maken hebben. En ze evalueren systematisch van, nou, waar leidt dat nou toe? Nou, die data, big data, als je kijkt naar, wij doen ongeveer 600 of 6 miljoen uren zorg leveren we afgelopen jaar. Dat zijn ongeveer 12 miljoen contacten. Het zijn 6 miljoen contacten, 3 miljoen uren zorg. En vanuit al die contacten kun je dus elke keer zeg maar, registreren van wat de dingen zijn die je doet en wat eruit komt. Dat is veel zinvoller om het op deze manier te doen dan op de manier zoals de zorgkantoren al die jaren gewerkt hebben. Wij zijn in 2007 begonnen vanuit het idee van, ja, je zou terug moeten naar gewoon die maatschappelijke gezondheidszorg. Dus de nadruk leggen op die gezondheid, wat eerder al gezegd is, en kijken van hoe je de verantwoordelijkheid voor mensen zelf en de omgeving daar zoveel mogelijk een actieve rol in geeft. Daarvoor moet, naar mijn idee, de relatie cliënt-professional centraal staan in alles wat je doet. Ik had straks over die keukentafelgesprekken. Nee, dat is nu zo'n hot item. Alle keukentafels zijn overigens uitverkocht. Ik denk dat het nieuwe CIZ gaat worden. Keukentafels, ja. Ja, dat worden allemaal CIZ-tafels. Ik denk dat de illusie dat je aan een keukentafel vast kan stellen wat er aan de hand is en wat je daaraan moet doen, dat zal een illusie blijken te zijn volgens mij. Je merkt pas, zeker als mensen wat hebben, gaandeweg, jullie als huisartsen weten dat als geen ander,
pas als je een langdurige relatie hebt met zo'n patiënt, dan kan je beter inschatten van wat een bepaald probleem betekent voor iemand. En wat je er ook het beste mee kan doen. Bijvoorbeeld het copinggedrag, het feit hoe gaat iemand met zijn problemen om, dat leer je gaandeweg, wordt dat duidelijk door met die cliënt bezig te zijn. Dus dat opknippen in al die producten van verpleging en verzorging, dat heeft een heleboel kennis eigenlijk weggegooid. Wij zeggen dat zou je eigenlijk zo moeten doen dat je en die mensen verzorgt en bedenkt van wat dan zinvolle stappen zijn om de situatie te verbeteren. En wij zeggen, ja, je moet eigenlijk de eerste maanden moet je gebruiken, zeker als er ernstige situaties zijn, om te ontdekken van wat dan de meest verstandige dingen zijn om te doen. Daarnaast moet je vooral je richten op oplossingen. Dus je moet eigenlijk nadenken over wie heb ik in mijn netwerk nodig, welke mensen kunnen bijdragen aan een oplossing. Dat kun je het in het formele circuit zoeken en het informele. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van gestructureerde teams. Ik denk dat je veel meer het in virtuele netwerken zou moeten zoeken. Ik denk dat overlegcircuits, dat nu een beetje de dreiging is dat die gaan opschuiven vanuit organisaties naar de wijk. En dat professionals veel lastig gevallen gaan worden door overlegsituaties. Wat wij gedaan hebben is het administratief en professionele proces gescheiden. Dus we zeggen die administratie, dat moet je vooral buiten houden. En het professionele proces, daar moet je mensen de ruimte geven om zo optimaal mogelijk oplossingen te bedenken. Nou, wat we gemerkt hebben is dat alle IT en ICT en internetmogelijkheden, dat je eigenlijk een heleboel dingen over kunnen nemen die in organisaties door mensen gebeuren. Nou, misschien open deur. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld kennisuitwisseling, werd straks al even genoemd, van ik vind dat er heel veel casussen, die zou je veel meer moeten delen met elkaar. Professionals moeten gewoon goede oplossingen makkelijker kunnen delen. En eigenlijk vind ik dat soort dingen heel erg ook door bijvoorbeeld verzekeraars of bijvoorbeeld door de overheid gestimuleerd zou moeten worden. Waarom maak je niet gewoon een open platform waar mensen allerlei casussen kunnen bespreken met elkaar en advies kunnen vragen aan andere collega's. Met de buurtzorg hebben we dat nu zo gedaan. En we willen het eigenlijk ook gewoon openstellen voor anderen die in andere organisaties werken. Wat je ook ziet is dat de mogelijkheid om je informatie die je nodig hebt om je werk te doen, dat kun je ook heel makkelijk via het web en via internet krijgen. Dus al onze medewerkers werken nu met iPads en die kunnen gewoon overal op elke plek waar ze de dingen nodig hebben, gewoon inzien en ook de dingen doen die ze moeten doen. Nou, wat ik al zei van de communicatie, als ik mijn weblog schrijf, dan merk ik ook dat er heel veel mensen daar iets van vinden. Heel veel mensen vinden ook iets van hoe nu de politieke discussies gaan over de splitsing tussen verpleging en verzorging. Dus dat leidt tot een hoop onrust wel onder mensen die zeggen van ja, wat betekent het nou straks voor ons? Nou, door gewoon zo direct via het web te communiceren, heb je eigenlijk een goed idee, kun je dat ook een beetje stroomlijnen en zeggen van nou, we zien wel als er straks in de Tweede Kamer de discussie geweest is waar het op uitdraait. En over het algemeen wil het nog wel eens meevallen met dat soort dingen. We leggen heel erg de nadruk op vakmanschap. Naar mijn idee zou je in wijken en buurten vooral de vakmensen de regie moeten geven. En er eigenlijk niet te veel omheen moeten willen regelen. Dus er is nu zijn heel veel organisaties op zoek naar hoe moet je nou stappen maken naar meer zelfsturing bijvoorbeeld. En ik denk van ja, als je een goed opgeleide professional hebt die zijn vak goed verstaat en een goede werkomgeving creëert, dan komen daar een heleboel goede dingen vanzelf uit voort. Je moet er dus vertrouwen in hebben dat die mensen wel gewoon de verstandige en zinvolle dingen gaan doen. Wat wel nodig is, en dat is wel een belangrijk punt in de financiering, is dat dat noodzakelijk is om te reflecteren op wat je doet. In heel veel organisaties is het overleg weggesaneerd. En moeten mensen zo'n productiviteit halen dat ze dus eigenlijk niet meer met elkaar kunnen overleggen. En in ons werk, als het gaat om impliciete kennis, moet je eigenlijk met elkaar dingen kunnen delen. En daar leer je van met elkaar. De dialoog, hoe gaat dat nou in de buurten waar wij werken, welke dingen komen we tegen? Daar zit een heel groot lerend effect in. Dus we leren vanuit de verschillende wijken waar wij dingen tegenkomen, van wat zijn nou verstandige dingen om te doen. Je moet dat vooral niet willen managen.
Dus dat is eigenlijk een groot risico. Ik zie dat heel veel mensen willen, hebben behoefte aan controle en willen dat allemaal vanuit een standaard regelen. En wij zeggen van, je moet vooral de diversiteit zeg maar belonen. Oplossingen in Amsterdam zien er soms anders uit dan oplossingen in Zuid-Limburg. Soms ook hetzelfde trouwens. Nou, dan vind ik dat we in de zorg heel erg moeten afvragen of we er niet te veel tierlantijnen omheen hebben gecreëerd die helemaal niks meer met de zorg zelf te maken hebben. Dus ik kom van een cultuur van doe maar gewoon. En ik vind dat ook een prima basishouding is om met de dagelijkse problemen om te gaan. Nou, als je dan kijkt van wat is dan de organisatie, dan is eigenlijk bij ons zijn dat de teams. Ik heb laatst iemand bij me op bezoek en die zegt van, wij leggen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk op het laagste niveau in de organisatie. Ik zeg, goh, wat klinkt dat raar, hè, het laagste niveau. Ik zeg, bij ons zijn de teams, die zijn de top van de organisatie. Dus, maar het is wel een manier van kijken, van je hebt dus een hoog en laag in de organisatie. En wat is nou uiteindelijk voor cliënten het belangrijkste? Nou, wij zeggen, als je nou dit als organisatie onderdeel neemt, dan heb je gewoon 560 keer dit. En we hebben straks al even gezegd over de schaalgrootte. Ik denk dat de Nationale Kruisvereniging vroeger was gewoon landelijk. Het was een optimale schaal, volgens mij. Je had eigenlijk een heel sober ondersteuningssysteem. En je had een hele hoge effectiviteit lokaal. Omdat je ging 's morgens de wijk in, 's middags deed je consultatiebureaus. En je was de hele dag zinvol en druk bezig. Dat even over de schaal. Ik ben maar benieuwd wat je daarvan vindt. Nou ja, dit doen dus alle teams. We zeggen, die teams moet je niet te groot maken. En je moet ze ook niet te divers maken. Dus ik heb de afgelopen 30 jaar de hele circus voorbij zien komen van elke keer integrale teams en allerlei mensen bij elkaar zetten in teams die eigenlijk qua aard van het werk heel verschillend werk deden. En die elkaar dan heel erg bezighouden met dingen te bespreken waarvan ik denk, ja, dat lost voor niemand iets op. Je hebt wel het idee dat je lekker bezig bent, maar of het iets oplost is nog maar een tweede. Dus als het gaat om hoe benut je mensen effectief, zou ik heel kritisch zijn in welke mensen laat je met elkaar over welke dingen praten. Over het algemeen vinden mensen dat ook heel erg logisch om het zo te doen. Dan moet naar mijn idee structureel het niveau enorm omhoog. Als je dat vraagt van mensen, wat nodig is om met die complexe omgeving om te gaan en daar goede oplossingen te creëren, dan moet je toch het mbo, lbo niveau wat steeds meer de afgelopen 10, 15 jaar is overgenomen door de hbo'ers weer terug in balans brengen. En even als vergelijking, ik was vorige week in België. België zijn 23.000 wijkverpleegkundigen. In Nederland hebben we er nog geen 7.000. Dus het is enorm verschil. België heeft toch een aantal inwoners van, dacht ik, 11 of 12 miljoen. En wij 17 miljoen. Nou. Dus wij zijn echt ten opzichte van veel landen hebben wij een enorme daling afgelopen 15 jaar gehad van het aantal hoger opgeleiden in de wijk. Nou, als je de dames zo doet, dan krijg je dus best vrolijke mensen van. En vrolijke patiënten. Deze mevrouw is inmiddels 102. Ze leeft nog steeds. Woont in Rotterdam, Vreewijk. Oh, sorry. Ja, ik had een foto van Amsterdam. Deze is uit Amsterdam. Dat is, zeg maar, ik weet niet of jullie de soapserie toevallig al gezien hebben. Malaika is afgelopen maandag begonnen, RTL 5. Ja. Elke avond om 7 uur. Nou, drie jaar geleden zijn we gestart met het idee van, er zou eigenlijk een veel beter imago moeten komen voor jongeren in de zorg. Want die worden toch wel tot de wat negatieve berichten, krijgen ze wat verkeerd beeld. Terwijl het werken in de zorg natuurlijk fantastisch is. Dus er komt nu de komende 3 jaar, komt er elke avond op RTL 5 die serie. Dus doe er uw voordeel mee. Ik zie je ook een beetje stralen. Wat was je motivatie om dat te omarmen? Want je bent een van de initiatiefnemers volgens mij. Nou, ik denk wat Thomas al liet zien in het overzichtje. Als wij zo doorgaan, en als je kijkt naar de demografie en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, dan komen we honderden duizenden mensen tekort. Als je daarbij rekent, als je de gemiddelde studenten of de gemiddelde scholier nu vraagt, tussen de 12 en 18, van wat vind je ervan om eventueel een baan in de zorg te nemen,
dan zijn er veel, zeg maar, die daar negatief op antwoorden en dus een andere keuze maken. Nou, we hebben destijds zijn we met Johan Nijenhuis gaan praten. En nou ja, die heeft gezegd, soapseries beïnvloeden het gedrag van jongeren. Dus toen dachten we, nou, dan is het makkelijk toch geregeld. Logisch. Dus, ja, maar het is wel heel bijzonder, want we hebben met 50 verschillende organisaties hebben we dit voor elkaar gekregen. Want het is toch een beste behoorlijke investering. Dus, nou, even terug naar hoe wij naar... Ik heb de verschillende presentaties ook al even gehoord. Kijk, wij vinden dat we intermediair zouden moeten zijn in de oplossing. Dus dat we in een netwerk van formele en informele zorgs proberen om de meest optimale dingen voor elkaar te krijgen. En dat we daar ook zoveel mogelijk weer van leren en de best practices gebruiken als een soort richtlijn of standaard. Wij zeggen van oké, dat is het beste wat we kunnen bedenken. En dat betekent dat je heel erg vanuit empowerment moet denken en moet werken. En dat professionals ook bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen over wat ze doen. Dus die accountability, wat er net al over gesproken werd, dat is denk ik heel belangrijk punt. Ik zie dit als we dit goed doen, als een opschuivend iets. Dus dat we steeds beter en meer in staat zijn om oplossingen te bedenken voor problemen, waarbij een verschuiving plaatsvindt van formele naar informele zorg. We zijn eigenlijk afgeleerd om dat te doen, vind ik. Dus de afgelopen 10, 15 jaar, door het hele productiedenken, heeft de planning eigenlijk de regie van de professional overgenomen. En ik vind dat we dat eigenlijk weer een beetje moeten herstellen en moeten zeggen dat dat een enorme fout geweest is. In die zin hebben we te veel naar het bedrijfsleven gekeken. Want dat hebben we allemaal overgenomen van het bedrijfsleven. Ik was vanmorgen bij de Rabobank. Ik mocht een presentatie houden voor de lokale directeur van de Rabobank. Dus ik denk dat we ook wel een heleboel te vertellen hebben aan het bedrijfsleven. Dus ik kreeg regelmatig van dat soort uitnodigingen. Als je kijkt naar hoe communiceren wij nou en hoe zorgen we ervoor dat we cliënten daar een duidelijkere stem in geven, dan vind ik dat we toe moeten naar de bovenste schil in dit plaatje. En zeg van, mensen moeten zelf veel meer de regie kunnen hebben over datgene wat er met hun gebeurt. En hun omgeving, hun familie, hun relaties moeten daarover mee kunnen praten als zij dat willen. Dus we zijn nu bezig met een cliëntenportaal waarbij we cliënten invloed willen geven op en de planning bijvoorbeeld en hun dossier en het praten daarover. De andere dingen, als je kijkt, IT is in de zorg heel erg gericht op grip op bedrijfsvoering, dus op de administratieve processen. En eigenlijk zou het veel meer moeten gaan over hoe zorg je ervoor dat de kleine communities maakt, waardoor mensen vanzelf, net als bijvoorbeeld met ParkinsonNet of Mijn Zorgnet, dat dingen geregeld worden op een manier die veel effectiever zijn. Ik denk dat de netwerken, wat ik straks al zei, tussen professionals zich verder moeten kunnen ontwikkelen. Dat organisaties eigenlijk een beetje meer naar de achtergrond zouden moeten verdwijnen. We zijn bezig zelf ook met de jeugd, met Buurtzorg Jong en met Buurtzorg T. Dus dat zijn de nieuwe onderdelen. Daarnaast hebben we al buurtdiensten. Ik zie een duidelijke verschuiving de komende 10 jaar van tweede naar eerste lijn. Als we veel meer of veel minder denken vanuit de muren. Dus ik vind dat we te veel denken vanuit de fysieke omgeving van een instelling of een organisatie. En veel meer zouden moeten nadenken over welke interventies kunnen we nog op andere manieren dichterbij mensen organiseren. Dus in die zin zie ik een grote uitdaging voor met name de huisartsen. Ik zie ook een integratie van allerlei telecare oplossingen. Door mensen, professionals, vertrouwd te maken met techniek en allerlei mogelijkheden, waardoor ze zelf op het idee komen dat problemen ook op andere manieren opgelost kunnen worden. En er moet voldoende ruimte zijn steeds voor innovatie. Waarbij innovatie niet iets heel groots hoeft te zijn. Het gaat ook om hele kleine, eenvoudige dingen soms. Die samenwerking met formele en informele zorg zie ik als een heel belangrijk thema voor de komende jaren en de verschuiving daarin. Ondersteuning van buurtinitiatieven. Ik denk dat we beter soms moeten luisteren naar een buurt en datgene wat er vanuit de buurt zelf gebeurt en dat ondersteunen en stimuleren. En moeten eigenlijk vanuit de situatie dat we van zorgen voor, dan zorgen dat situaties opgelost worden. Dus ik vind, als ik zo terugkijk afgelopen 15 jaar, dat we een heel verzorgend land zijn geworden, bij alle nadelen van dien. Dus die iatrogene dingen die jij noemde, wordt het boek van de Markt van Welzijn en Geluk natuurlijk
van Hans Achterhuis. Nou, je ziet eigenlijk een heleboel effecten in grote mate in onze dagelijkse gezondheidszorg terugkomen, vind ik. Nou, als het gaat om dan die verantwoording, die accountability, dan denk ik dat we moeten van producten en uren naar uitkomsten. Dit hele denken in producten, wat we zo zeg maar, hebben overgenomen van dat bedrijfsleven, dat heeft geleid tot hele verkeerde dingen, heel verkeerde uitkomsten en heel veel minder werkplezier. Dus het werkplezier, daar hoef je eigenlijk in feite helemaal niet zo heel veel voor te regelen. Ik denk dat we van organisaties naar professionals moeten. Dus organisaties zouden naar mijn idee, die gaan ook verdwijnen. Binnen 10 jaar dan zullen organisaties een andere plek hebben of er niet meer bestaan. En dan zal de nadruk veel meer liggen op groepen professionals die in de wijk dingen voor elkaar brengen. En we moeten veel meer ons verrichten op vergroten van de kennis. We hebben een hoop uitdagingen de komende 10, 15 jaar. En we moeten problemen of vraagstukken als dementie helemaal niet zien als een groot probleem, maar als iets wat er gewoon is. We moeten zorgen van hoe kunnen mensen met dementie nog een zo gelukkig mogelijk leven leiden. En meer ruimte voor vernieuwing. Volgens mij was het dit ongeveer. Oh ja, ik zie ook een paar risico's. Oh, daar ben ik niet zo goed in, risico's. Maar redelijk optimistisch. We hebben natuurlijk ongelooflijk onwerkbare procedures en aanbestedingen. Dus ik weet niet of de mensen vanuit de gemeente Amsterdam hier zitten. Maar wees er bedacht op dat al die onzinnige dingen die jullie soms bedenken, dat wij daar heel veel last van hebben. Het uitvinden van wielen. Ik vind dat je, als je kijkt naar de primary healthcare van de afgelopen 50, 60, 70 jaar, dat er niet zo heel veel nieuwe dingen bedacht worden. Dus ga niet dingen, en dat was ik helemaal eens met wat jij zei, van ga niet allerlei dingen bedenken wat er allemaal al lang is. En in heel veel landen in de wereld wordt ons huisartssysteem als het meest optimale gezien om in de eerste lijn goede gezondheidszorg te bieden. Ik kom regelmatig nu in Japan en Amerika en dan kijken ze jaloers naar hoe wij dat hier geregeld hebben. En dan zijn ze enorm op zoek naar hoe zij daar voor de komende 10 jaar een beweging krijgen wat in dezelfde richting gaat. Dus ga niet te veel naar Amerika kijken, maar laat ze vooral hier kijken. Wat je ook ziet is de neiging tot structuuroplossingen. Dus wat ik al zei, die behoefte aan controle, die leidt ertoe dat er structuuroplossingen gekozen worden. En je ziet bijvoorbeeld bij sociale wijkteams dat geen netwerkoplossing is, maar dat een overlegcircuit kan gaan worden. Organisatiestructuren zijn afgelopen jaren gewoon leidend geweest. En ik denk dat het heel veel moeite zal kosten om daar los van te komen. En ook van de huidige paradigma's. Ja, wat we wel moeten doen, de resultaten hoort er niet helemaal bij, geloof ik, is vertrouwen in professionals, luisteren naar burgers, eenvoudige netwerken, uitkomstgerichte bekostiging. En als ik kijk naar de stad, ik heb het voordeel dat ik elke zomer mag ik in allerlei teams meewerken. En ik heb alle steden zo'n beetje gehad in Nederland. En ik vind elke buurt is gewoon een dorp. Dus het maakt helemaal niet zoveel uit of je in Amsterdam of in Utrecht werkt. Ik wou nog een heel klein stukje van een klein filmpje laten zien. Dat gaat nu gebeuren. Ik heb alleen gehoord dat het geluid het niet doet. Dat is wel jammer. Nou, misschien kan je vertellen wat je beoogt te laten zien. We gaan op 5 september iets heel bijzonders doen. Dit is in 2010, was dit de eerste rollator race in Amsterdam. En dat is, die is gestart doordat een oudere mevrouw van 84... die vroeg aan een van onze wijkverpleegkundigen van, er zijn wedstrijden voor alles en iedereen, behalve voor mensen met rollators. Het is een tweeling, 88 jaar. En dat zij zegt, dan gaan we dat toch regelen. Dus zij is naar de gemeente gegaan, ze is naar de Achmea gegaan en heeft van allebei €5.000 gekregen. Daar heeft ze deze eerste rollatorrace van georganiseerd. We zijn nu bezig met voorbereidingen voor de race van 2013. Want, we hebben nu allerlei regionale wedstrijdjes eerst. En op 6 september... Ze zijn het met elkaar oneens wie er op kop ligt. Hè? Ja, het gaat niet zonder... 6 september hebben we het Olympisch Stadion afgehuurd. En dan komen de mensen met bussen naar Amsterdam. En dan gaan we daar in het Olympisch Stadion een rollatorrace houden. Nou, superleuk, Jos.
En wat we willen laten zien is dat als je de nadruk legt op wat mensen nog wel kunnen, dan ontstaan daar hele andere mogelijkheden en kunnen mensen op een andere manier gebruik van elkaar. Superleuk. Goed. Dank u wel. Hartstikke goed. Thomas, is dit nou de nieuwe of de oude wereld? Dit is de nieuwe wereld. Dat betekent dat we helemaal niet zoveel hoeven te bedenken. We moeten eigenlijk dingen weggooien in plaats van dingen nieuw creëren. Dat hoor ik je al zeggen. Ja. Ik hoop dat jullie zien dat onze verhalen redelijk complementair of aanvullend aan elkaar zijn. Eigenlijk het vocabulaire en de manier, dit soort dingen moet je eruit halen en dan doordenken hoe je in het systeem probeert zodanig duwtjes te geven dat je het versnelt. Mijn vocabulaire is anders, zei je. Nou, ik ken niet zoveel moeilijke woorden, Thomas. Nee. Dus... daar blijven staan, Jos. Daar blijven staan. Jeroen en ik hebben dat punt al gemaakt dat de taal goed is. Maar je begon door te zeggen van dat ik ook te veel in het beleidsstuk zat. Ja. Maar goed, we staan hier ook voor een beleidsclub. Dus vandaar dat ik vooral naar dat publiek toegesproken heb. Maar ik hoop dat je ook ziet dat er in bijvoorbeeld die 10 strategieën, wat je allemaal zou moeten doen... Ja. Dat er heel veel raakvlakken zit. Zowel wat Jacqueline vertelt en wat jij vertelt. Ja, nee, het was ook maar een grap, ja. Ben jij niet ontzettend... Jammer. Ik ga heel even kort... Ik heb een vraag. Ben je niet ontzettend bedreigend voor het systeem? Dat weet ik niet. Ik vind zelf van niet. Nee. En dat zeg je zonder dat je dat echt weet. Er is niemand die de kift heeft. Nee, ik kom over toch meer bij vriendelijke mensen tegen. Mm. Want dan zou je zeggen dat de hele wereld zo gaat werken. Ja, dat denk ik ook. Dat zal toch ook wel, uiteindelijk. Nee, ik vraag me af of je zo snel groeit. Dus echt complexe organisatie heb je op een heel eenvoudige manier neergezet. Ik heb altijd begrepen dat er groeistuipen zijn in zo'n snelgroeiend... Die heb jij niet. Nee, maar dat is het grote voordeel. Kijk, wij zijn gewend geraakt om te denken in die traditionele managementmodellen. En er hangen allerlei theorieën dan onder. En ik denk dus als je het op deze manier regelt, dan heb je er allemaal geen last van. Oké, ik ga zo naar de zaal, maar ik ga even een rondje langs de sidekicks maken. En ik wil van jullie heel... Ik ga jullie vragen, als jullie nou dat model van buurtzorg, hè, op je eigen winkel, op je eigen werkoriëntatie zouden toepassen. Wat zou er dan veranderen, wat zou er kunnen, zonder dat je meer geld nodig hebt, maar wat zou je gewoon qua systeem moeten veranderen om dat mogelijk te maken? Ella? Nou, het is me uit het hart gegrepen, zal ik maar zeggen, dit verhaal. Wat ik wel heel erg graag van je zou willen weten, is hoe jullie de samenwerking met de huisartsen hebben georganiseerd. Omdat, ik bedoel, je bent bij Martin van Rijn geweest, begrijp ik, deze week. Je weet dat er een ingewikkelde discussie is over of de verpleging naar de WMO moet en de wijkverpleging. Nou, ik neem aan dat jij net als ik hebt gepleit om dat niet te doen. Ja. Maar ik... Ik beargumenteer dat heel erg vanuit juist die verbinding tussen de wijkverpleegkundige en de huisarts. Ja. En nou ja, daar zou ik dus graag iets van Nou, daar begon ik mijn verhaal mee toen ik begon met het eerste team. Dan was dat met een grote ondersteuning van huisartsen. We hebben in de meeste buurten waar we werken goede relaties met de huisartsen. Wat ik wel vind is dat je die twee verschillende dynamieken niet met elkaar moet vermengen. Dus de huisartsendynamiek, ik ben nog verantwoordelijk geweest voor het gezondheidscentrum een aantal jaren. En in Hengelo. En ik vind echt de dagelijkse dynamiek van een huisartsenpraktijk is een andere dan die van de wijkverpleging in de wijk. En eigenlijk moet je elkaar gewoon vinden op alle patiënten waar je samen wat mee te maken hebt. Hè. En dat gaat over het moment vrij natuurlijk. Ik vind ook dat wij een soort tandem zijn. Maar je moet eigenlijk de organisatiekant en de inhoudelijke kant, die moet je wat mij betreft wat proberen uit elkaar te houden. Oké. Bart, zou je eens heel kort willen reflecteren? Ja, ik heb ontzettend veel respect voor hoe je dat gedaan hebt. Ik denk ook dat je precies de juiste man bent in een tijd dat iedereen dat heel graag wilde. Hè, de wijkverpleegkundige. Wat ik eerder al zei, 20 jaar geleden toen ik in Osdorp begon, toen was het een beetje wat jij zei, dat je kruisverenigingen nog had. Toen hadden wij home teams, zat ik gewoon met maatschappelijk werk, de wijkverpleegkundige, zat ik om tafel een beetje, hè, wat jullie in Overvecht doen. Dat is allemaal weggewerkt door heel veel beleidswerkers. Ik hoop niet, als je dat zegt, hoe betrek je dat op de huisarts, dat ik moet meemaken dat over 20 jaar door
zodat beleidsmedewerkers het presteren om de huisartsen ook weg te saneren, hè, in de huidige vorm zoals ze werken. Ja. Dat je over 20 jaar, want daar komt, daar komt het enthousiasme er weer terug, dat groepen weer zeggen, wat wij eigenlijk willen is zoals huisartsen vroeger werkten. En dat er dan dus iemand komt met een succesverhaal en die zegt, weet je hoe je het moet doen? Je moet een huisartsenpraktijk, die heeft 2300 of een klein groepspraktijk of duo's. En die moet je gewoon weer in de wijk laten zien. En dat mensen zeggen, geniaal, wat een plan. Want wij hebben enorme concerns gecreëerd die bijna landelijk werken met duizenden huisartsen die allemaal via protocolletjes. Hè? En dat mensen zeggen, wat goed dat jullie weer kijken naar de patiënt. Nou, dat doe jij heel erg goed en ik complimenteer ervoor. En het slaat enorm aan. En ik merk ook wel dat bijvoorbeeld in Amsterdam, dat Ozira, hè, grote groepen, dat die ook overgaan. Dat die ook in hun eigen organisatie zien, wij moeten nu naar teams toe die gewoon ook weer, hè, veel meer die verantwoordelijkheid krijgen, dat persoonlijke krijgen. Dus, De grap van Ozira is natuurlijk wel dat ze er een heel onderzoek voor hebben gedaan. Heeft geloof ik €160.000 gekost. Terwijl ze het hadden kunnen afkijken bij jou hoe het gewoon werkt. Nou, nee, wij ondersteunen ze ook. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, we ondersteunen alle organisaties die dat willen. Die begeleiden we graag. Dus, Oké. Okay. Ik ga snel even verder, want we moeten een beetje rekening houden met de tijd. Allereerst, echt een inspirerend verhaal. Bijzonder ook, laat ons om te zien dat je de ook een stuk verantwoordelijkheid weer terug gaat leggen ook bij de patiënt zelf. Hè, die betrek je erbij. Dus niet meer zo van top-down, wij gaan even dit voor jou doen, wij gaan dat zo voor jou regelen. Jij moet die pil slikken, dat moet jij gaan doen. Nee, het wordt omgekeerd. Hè, dat doe je ook door je mensen te enthousiasmeren. En wat ik helemaal briljant vind, dat je op een of andere manier ook die zorgkantoren zo gek hebt gevonden om je vrij te vechten uit de structuur en de regels. En ik denk dat dat bij veel meer disciplines een verademing zou kunnen zijn. Ik ben zelf actief in de farmacie en daar heb je heel veel preferentiebeleid. Nou, dat is ook iets wat een doorn in het oog is van heel veel zorgverleners. En dan zie je ook dat wordt nu ook minder gelukkig. Dat zijn zaken, daar moet je inderdaad, als je wil innoveren, dan moet je eerst onder het juk van de regeldruk af, waardoor je meer kan bezighouden met waar je voor opgeleid bent, namelijk zorgverlenen. En niet zozeer met hoe krijg ik mijn declaratie op de juiste manier bij de zorgverzekeraar. Of het maar ik zou toch ook de zorgverzekeraars en de zorgkantoren daar niet alleen de schuld in willen geven. Ik vind dat het toch een beweging is tussen zorgaanbieders zelf die heel veel dingen gaan doen, terwijl ze het eigenlijk onzin vinden. En dan kun je er gewoon over in gesprek gaan en zeggen van ja, hoe zorgen we ervoor dat we beiden zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn aan die administratie en ons beiden richten op de uitkomsten. Maar we hebben ons afgelopen 10 jaar een beetje gevangen gehouden, vind ik, in eigenlijk het hele productiedenken, waar zeg maar, dit dan vervolgens een overmatige controle uit voorkwam en waar dan een enorme gedetailleerde registratie en bureaucratie uit voorkwam. Mag ik daar een aanvullend opmerking? Ik vind dat jij je mede verantwoordelijk maakt voor de doelmatigheidsagenda van Nederland. Mm-hmm. En wat mij in het veld wel opvalt is dat nog maar de vraag is hoe breed de doelmatigheidsagenda door het totale veld gedragen wordt. Het lijkt alsof die alleen aan verzekeraars geconnoteerd wordt. En dat kunnen we absoluut alleen niet. En we merken, je merkt het aan alle enorme productievoorstellen die we regelmatig krijgen, waarin die maatschappelijke agenda van de beheersing van de kosten niet een breed gevoelde agenda is. Dat is een hele wisselend gedragen agenda. Okay. En dat is het grote belang van dit type inzetten, is als je met elkaar die doelmatigheidsagenda weet te creëren, dan kun je ook met elkaar zoeken naar hoe kun je elkaar daarin ondersteunen. En dat is veel gedoe. Okay. Fidé, even vasthouden, want jij krijgt straks het laatste woord. Ga ik nu nog even naar jou. Ja, ik denk allereerst dat we dit soort initiatieven moeten koesteren. Wat mij bezighoudt, en ook de juiste zelfverantwoordelijkheid vind ik een hele mooie. Ik denk wat me bezighoudt, dat zie je ook met een aantal andere trajecten, is van in pilotvorm, in projectvorm, zie je dat je ook gewoon heel veel elkaar krijgt om uiteindelijk toch dit soort initiatieven te starten. En ik denk dat de uitdaging voor de zorgverzekeraar, maar ik denk mede ook met mensen uit het veld, is van hoe zorgen nou ook dat we structureel dit soort initiatieven ook breed in het veld gefinancierd krijgen op een andere manier. En juist ook veel meer naar die uitkomsten toe. En ik denk, wij zijn de medepartijen, maar ik denk dat we daar wel ook verschillende partijen bij nodig hebben om daar ook echt het systeem op aan te passen. Oké, dankjewel. Omid. Nou ja,
Ik denk in totaal, als ik naar je verhaal luister, dat er ook naar andere zorgverleners, dat er ook een wantrouwen is naar de zorgverzekeraar, naar VWS en naar NZA. En ik denk dat die wantrouwen naar de zorgverleners, dat moet verdwijnen. Op het moment dat je dat opzij hebt geschoven, dan kan je veel meer beter met elkaar praten. En dan is er ook niet één iemand die de macht heeft, maar dan is het veld daar hoort de zorgverzekeraar en VWS erbij. Die bepaalt wat er gaat gebeuren. En dan kunnen dit soort projecten veel makkelijker en veel slimmer en veel groter worden opgepakt. En ik denk dat daar de kracht zit. Oké, dankjewel. Nick? Ik wil even een bruggetje maken en dan naar de eerste spreker. Concurrentie en marktwerking kan inderdaad aanleiding geven tot innovatie. Maar het is heel goed om vast te stellen dat in jouw voorbeeld oprecht gevoelde zorg om de zorg en plezier in je werk ook een geweldige driver kan zijn voor vernieuwing. Oké, dankjewel. Ik hoor jullie dat instemming bekrachtigen. Ik wil jou graag met de zaal het laatste woord geven en dan komt Ferry die afrondt. Ik heb mijn betoog al gehad, die doelmatigheidsagenda. Ik denk dat het mooiste applaus is, dit soort innovaties, daar moeten we naartoe. En we moeten eigenlijk ontzettend op zoek naar hoe we de bureaucratie in ons systeem die dit hinderen en de hindermacht daarin, hoe we die zoveel mogelijk kunnen oplossen. En ik denk dat we tot een gemeenschappelijke agenda moeten maken. En wij gaan ervoor. Ik denk dat iedereen in de zaal hier niet voor niks zit, dat we met z'n allen het beter willen doen. Oké. Dank jullie wel. Thank you.